Alle kinderen in Beuningen moeten dezelfde kansen krijgen, ongeacht het inkomen van hun ouders. Met die gedachte werd een aantal maanden geleden het zogenaamde kindpakket ingevoerd in de gemeente Beuningen. Tot nu toe melden slechts 83 kinderen zich aan, terwijl zo'n 500 kinderen recht hebben op het pakket. Reden genoeg voor de gemeente Beuningen om het initiatief nog eens extra onder de aandacht te brengen. Het, zijn er, het aantal kinderen wat het kindpakket gebruikt, dat zijn er nu ongeveer 100. Um, er zit veel meer potentieel. Uh, wij denken dat er uh, ja, sowieso een verdubbeling uh, er minimaal in zou moeten zitten. Um, ja, en we willen ook dat het geld wat er beschikbaar voor is, dat dat er ook voor wordt gebruikt. En straks komt de Nationale Sportweek er weer aan. Dan gaan we ook nog eens een keer samen met de sportvereniging met Perspectief proberen om extra aandacht te vragen uh, of het onder de aandacht te brengen zodat uh, mensen weten dat ze van het kindpakket gebruik, gebruik kunnen maken. We roepen ook uh, uh, mensen die dit zien op om, uh, om in hun omgeving te kijken. Ook mensen in hun omgeving, buren, vrienden, enzovoorts, erop te attenderen. zodat ze uh, weten dat ze bij de gemeente terecht kunnen om, uh, dat pakket, uh, om van het kindpakket hun kinderen gebruik te laten maken. Uh, wij zijn uh, op zoek naar verenigingen, uh, maar een aantal hebben we er natuurlijk al. Om, van, om zich aan te bieden bij het kindpakket. Nou, de, de meesten hebben dat gedaan, maar ook bedrijven hebben de mogelijkheid om uh, te participeren, om een bijdrage maatschappelijk te leveren.